Hoi, vandaag is de Wereld Emoji Dag. Nou, laten we eens emoties gaan tekenen dan. In mijn cursus karikatuur tekenen laat ik ook al verschillende emoties zien. Misschien kunnen we dat vandaag ook laten zien. De verschillende emoties. Ja, je kent ze wel van je telefoon. Verschillende emoji-icons. Ik ga gewoon even laten zien wat het verschil maakt tussen een streepje links, rechts zetten of scheef zetten. Hoe je andere emoties krijgt. Doe je mee? Emoji-dag. Wereld Emoji-dag. Nou ja, een van de bekendste emoji-coms. En we gaan beginnen weer met die basiscirkel. Dat is wel eigenlijk wel deze. Ik gebruik hem regelmatig. Dit is een van de basis emoties. Ja, en je kan hem ook gewoon door te typen. Door dit te typen krijg je dus die, hè. Eigenlijk ook het andersom moeten doen, die en dan die. Dus punt, komma, streepje, boogje of haakje sluiten. En dan verandert de computer, verandert het in dit figuurtje. Welke ik nog veel gebruik. Eigenlijk deze. Dit zijn eigenlijk traantjes, hè? Dus die komen uit zijn ogen, niet uit zijn mond. Het lijkt nu weer net of ze uit zijn mond komen. Maar... ja, hij is niet helemaal goed. Dus laten we hem even opnieuw tekenen. Weer een cirkel. Die oogjes die zijn boogjes. Dat leer ik ook bij het karikatuur tekenen. Als die ogen aan de onderkant een boogje omhoog hebben, ja, dan worden ze al, dan krijg je al een grappige, een vrolijke uitstraling, zeg maar. Nou, die. Zo, lachend met traantjes. Ja, je hebt hem dan ook, als je hem dan kantelt, heb je hem ook nog. Dan ziet hij er zo uit. En de oogjes zo. Weer die traantjes eruit. Zo, en die vallen ook over die. Dus, kijk, vandaar dat ik hem hier wou onderbreken, maar dan kwam ik niet goed uit. En dan. Zo. Nou, eentje die ik nog veel gebruik in de WhatsApp. Ik zie dat mijn rondjes ook niet echt rondjes zijn vandaag. Nou, hij is fijn. Zo. Deze gebruik ik eigenlijk ook wel vaak. Dat vind ik ook wel een leuke. Hij is trouwens wel een smiley. Hij smaalt. Over smiley gesprongen. Eigenlijk is dit de eerste emoji-com, hè? Met de Asset House en zo. Ik weet niet of je die tijd ook mee hebt gemaakt. Lang geleden. Ja, ondertussen is dat alweer lang geleden. Maar dit was eigenlijk de eerste emoji-com. Als je het zo zou zien, hè? De asset smiley, zeg maar. Nou ja. Hoe kan je nog even doorgaan natuurlijk. Deze vond ik ook wel erg leuk. Ook een leuke uitdrukking. Nou ja, uitdrukkingen gesproken. Emoties. Ja. Je kan natuurlijk. Die vind ik ook altijd wel leuk. Um,
Dit gezicht trek ik namelijk zelf ook wel regelmatig. Zo van, nou, weet je het zeker? Goed. Nou, je kan iemand natuurlijk ook boos laten kijken. Ja, boos. Hoe laten we iemand boos kijken? Ja, je kan iemand heel boos laten kijken. Dan wordt hij rood, hè? We hebben zo'n rood emoji-kommetje. Zo. Die ziet er zo uit. De donkere ogen. Zo. Goed. Je hebt hier rood en je hebt hem niet rood. Dus rood is heel erg en iets minder rood is minder erg dan blijkbaar. Die we net hadden met dat. Die hebben we ook nog anders. Die hebben we namelijk ook gewoon zo. Ja, je hebt van alles en nog wat, hè. Die heb je ook nog. Zo. Die vind ik ook erg leuk. Als je iemand die misselijk is. En dan groen. Ja, groen. Ja. Op WhatsApp zijn er natuurlijk genoeg van die emoticons te vinden. Ja, deze vind ik ook altijd wel leuk. Het schijnheilige emoji. De schijnheilige emoticon. Het areoltje boven zijn hoofd. Nou, ik zou zeggen, ga zelf eens aan de slag met emoties. En dit zijn allemaal nog emoties zonder neus. Met een neus kun je ook nog allerlei leuke dingen doen. Ik zou zeggen, ga er eens mee aan de slag. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.